Maar realiseert u zich ook dat u daarmee eigenlijk tegen die huilende burgemeester die we net zagen in Ter Apel en tegen heel veel van die medewerkers van het COA, die u ook nog kent uit uw vorige hoedanigheid als bewindspersoon, dat u eigenlijk zegt, we laten jullie stikken. Want zij missen de hulp van die 100, meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten, die sinds 2012 geen gemeente, geen AZC's plaatsen. Dit is zo'n vervelende manier van deze discussie voeren. Ik heb het over beleid. Deze burgemeester die zit niet alleen maar te huilen omdat hij medelijden heeft met alle schrijnende gevallen. Die zit ook te huilen om de agressie. Die zit ook te huilen om zijn eigen dorp, waar allerlei dingen gebeuren, waar winkeliers geen winkelier meer kunnen zijn, waar alles gestolen wordt, waar buschauffeurs, die mevrouw zei het net al, niet meer durven te rijden. Maar hij zegt, die spreidingswet zou mij helpen. Ja. Die zou mij helpen. Ja, natuurlijk kan ik me voorstellen. En met hem zegt de voorzitter van de veiligheidsregio dat. Met hem zegt de voorzitter van de VNG dat. Die zeggen dat allemaal. Nou, en? Ik ben gemeenteraadlid van Den Haag.